Het is de eerste zonnige zaterdag na een koude winterperiode. En een groep van 50 vogelspotters wacht in een steegje op dat ene moment. Letterlijk op de loer liggen voor die ene mooie foto. Ja, ik heb hem 2 keer gezien, kort, in de steeg. Dan loopt hij even, pakt hij een meelwormpje en dan weer terug in de tuin. We komen uit de Alblasserwaard, dus we hebben ongeveer 1 uur en 3 kwartier gereden om hier te komen. En toen kwamen we hier aan, toen zat hij mooi op de schutting. Which country are you? From Poland. I traveled especially for the bird to this city. Yes, exactly. Just to see this super bird. Vorig weekend was het er ook al erg druk. Zelfs zo druk dat een bewoonster haar woonkamer verhuurde voor €5 per persoon. Om eventjes door het raam naar de vogel te mogen kijken. Nou, ik ben beneden geweest bij een mevrouw die regelde daar, zeg maar, dat ze met honderden vogelgekken, leuke gekken zal ik maar zeggen, daar omste beurt mochten kijken. En ja, je moest geluk hebben even. Ik had de pech wel dat het hard hagelde op dat moment. Dat het wel allemaal, dat beest een beetje ja, onder de struiken ging zitten, maar ik heb hem wel heel mooi gezien. Totdat het echt te donker is om te fotograferen, blijven de vogelspotters alert.